15 stuks, 75 kilometer. We staan op de volgende wegen. De A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Laren en Eembrugge. Daar staat 3 kilometer. De vertraging is daar zo'n 5 minuten. Amsterdam-Amersfoort tussen Soest en knooppunt Hoevelaken. 8 kilometer, een 6 minuten langzaam rijdend verkeer. Op de A12 van Den Haag naar Arnhem, daar staat tussen Lunetten en Driebergen 6 kilometer. Daar is de vertraging 5 minuten. Op de A4, die is er net tussendoor gekomen, tussen Delft en Amsterdam, tussen knooppunt Batuverdorp en knooppunt Nieuwe Meer, 2 kilometer, 4 minuten langzaam rijdend verkeer. En dan denk ik dat ik weer verder ga met de A13. Rijswijk-Rotterdam, tussen knooppunt Prins Klausplein en Berkel en Rode Rijs, 10 kilometer en 5 minuten vertraging. Tussen op de A15 tussen Maasvlakte en Ridderkerk, tussen de weg naar de havens 5500 en 5700 en Spijkenisse, daar is 10 kilometer. Het is een ellende daar, langzaam rijden tot stilstaand verkeer, 22 minuten vertraging. De A15 in Ridderkerk-Gorkum tussen Alblasserdam en Sliedrecht-Oost, daar staat 4 kilometer. Daar moet je rekening houden met zo'n 10 minuten extra reistijd. En op de A15 tussen Rozenburg en Ridderkerk, tussen Hoogvliet en knooppunt Vaanplein, 4 minuten langzaam rijden verkeer, 5 kilometer. A20 Hoek van Holland Gouda, tussen Schiedam en Rotterdam Krooswijk, 5 kilometer. A27 Utrecht Gorinchem, tussen Hagestein en Lexmond, 4 kilometer en 4 minuten langzaam rijdend verkeer. Tussen Hilversum en Huizen staat ook 4 kilometer en daar is de vertraging 5 minuten. Tussen Utrecht en Almere, tussen Bilthoven en knooppunt Eemnes, 3 kilometer, 6 minuten langzaam rijdend verkeer. Dan staat er nog één file op de A27 Utrecht Breda, tussen Noorderloos en Werkendam, 3 kilometer met 5 minuten vertraging. En op de A28 Utrecht Zwolle, tussen Soesterberg en Leusden, 6 kilometer, 6 minuten langzaam rijdend verkeer. A28 Utrecht Amersfoort, daar kom je tussen Rijnsweert en Den Dolder, 3 kilometer terecht, de vertraging is daar 10 minuten. En dan sluiten we af met Turnhout Eindhoven, tussen Eersel en knooppunt De Hocht. 2 kilometer, 5 minuten langzaam rijdend verkeer. Zo, nou dat was een makkie toch? Nou, dat ging eigenlijk best aardig. Ja, dacht ik ook. Ja.